Vandaag wordt de nieuwe bagagehal Zuid op Schiphol officieel geopend. Operationeel directeur Ad Rutte lichtte vanmiddag tijdens een persconferentie het doel van de nieuwe bagagehal toe. We zijn een aantal jaren geleden begonnen aan de bouw van wat we toen hebben genoemd het 70 MB-programma, 70 miljoen bags. Dat was in een periode dat we zeiden, nou, Schiphol gaat ongeveer verdubbelen. We zullen dus, we zaten toen op zo'n 35 miljoen koffers per jaar. En we zullen dus moeten groeien van een afhandelcapaciteit van 35 miljoen naar 70 miljoen koffers. Bagagehal Zuid ligt aan de zuidkant van vertrekhal 1. De nieuwe hal, met een oppervlakte van circa 15.000 vierkante meter, is voorzien van het meest innovatieve bagagesysteem ter wereld. Zo stuurt een volautomatische bagagebuffer, waarin maar liefst 4200 koffers tijdelijk kunnen worden opgeslagen, de koffers naar 6 bagagerobots, die deze vervolgens weer in containers of karren laden. Belangrijk punt, u heeft het gezien, op een aantal plekken zijn we ook bezig met mechanisering en automatisering. Dat betekent dat de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers in de bagagekelder, het is zwaar werk, het is eentonig werk ook vaak, dat de medewerkers hun arbeidsomstandigheden aanmerkelijk verbeteren. Dat is ook nodig, want Europese regelgeving geeft aan dat de arbeidsomstandigheden worden steeds strenger. Je mag in principe niet meer als 23 kilo tillen in je werkomgeving. En wij zullen daar dus met onze systemen rekening mee moeten houden. Alleen de passagier, en sommige bestemmingen zijn er notoir wat dat betreft, die wil wel eens iets meer dan 23 kilo in zijn koffer stoppen. Dus met mechanisering voorkomen we ook dat we de belasting van de medewerkers overschrijden. En daarmee op termijn bouwen we ook een gezondere werkomgeving met minder ziekteklachten. Schiphol stelt de bagageinfrastructuur en systemen op de luchthaven beschikbaar aan afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen. Zij zorgen voor de verwerking van de bagage van en naar het vliegtuig. Er zijn 4 afhandelingsbedrijven betrokken bij de bagageafhandeling op Schiphol met in totaal zo'n 2000 medewerkers, waarvan 1100 werken bij KLM. Kijk voor een impressie van de feestelijke opening van Bagagehal Zuid en een interview met Schiphol-directeur Jos Nijhuis morgen op schipholtv.com.